Hallo mijn lieve tweelingen. Ik ga voor jullie een reading doen voor de komende week. Dus vanaf nu 1 week. Dus op het moment dat je de video kijkt, vanaf 1 week en vanuit die dag. Het is een algemene reading, dus het hoeft niet voor iedereen te resoneren. Neem mee wat voor jou van toepassing is op jouw situatie en laat de rest achterwege. Het is een reading voor iedereen die tweeling in zijn zon, maan, Venus of ascendant heeft. En natuurlijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de tweeling reading, omdat hij of zij met een tweeling te maken heeft. Ik ben begonnen met een aantal orakelkaarten voor jullie te trekken. Ik schud de kaarten en wacht tot de juiste boodschap er voor jullie uitkomt. Dat heb ik nou weer gedaan. Daarna zal ik een tarotlegging voor jullie doen. De eerste kaarten die ik heb getrokken zijn van het Romans Angel Deck. Dit is de eerste boodschap die voor jullie eruit kwam. Retreat. It's time to disconnect from the world. De leeuw had deze ook als eerste kaart in zijn reading. Dus dit is een kaart van ja, je terugtrekken in je eigen wereld. Terugtrekken van anderen. Dus healen van jezelf kan dit voor staan. Tweede kaart die eruit kwam is finances and career. Je financiën en je carrière. Financial issues are a factor in your love life right now. Dus financiële issues kunnen op dit moment een factor spelen in jouw liefdesleven. Of in je leven in het algemeen. Dus wellicht gaat het op dit moment financieel wat minder, tweeling. Of maak je je zorgen over je financiën op dit moment. In ieder geval, dit speelt op dit moment een rol in jouw leven. Dan hebben we de derde Romans Angel card en dat is Reconciliation. Hereniging. Someone from your past is returning to your life. Iemand uit je verleden komt terug in jouw leven. Dus we gaan het dadelijk zien met de tarot. Kan zijn dat er inderdaad iemand uit het verleden waar je eerder contact mee hebt gehad, iemand waar je een relatie mee hebt gehad, dat diegene terugkomt in jouw leven. Ik heb nog een viertal kaarten getrokken. De eerste is van het Keepers of the Light deck. Deze kaart kwam eruit voor jullie. Een hele mooie kaart. En de kaart is Faith. Dus geloof. Stay calm. Trust the good in yourself and others. See the light in the world. Dus blijf kalm. Vertrouw op het goede in jezelf en in anderen. En zie het licht van de wereld. Dus zie het positieve. Blijf positief. Dus wellicht zit jij op dit moment nog in een periode van healing. Een periode van rust nemen voor jezelf. Dan blijf positief denken. Tweede kaart is van het Gaia Oracle deck. En dat is Goddess of Creation. De godin van de creatie. Transformation, creativity and wholeness. Dus transformatie, verandering, creativiteit en heel. Ja, een gevoel van heel zijn, wholeness, vervulling. Ja, ook een hele mooie kaart. En dat kan inderdaad spreken over ja, een periode van healen, verandering, transformatie in jezelf. Doen waar jouw passie ligt, je creativiteit tot uiting brengen op dit moment. En dat maakt jou heel, dat maakt jou een heel mens, om het zo te zeggen. Doen wat jij leuk vindt op dit moment. Doen wat goed voelt voor jou. Je creativiteit tot uiting brengen. Dus het hoeft niet alleen betrekking te hebben op liefde, maar dat kan ook zijn dat je op dit moment met nieuwe dingen bezig bent in je leven. Nieuwe projecten op het gebied van werk, bijvoorbeeld. Of je eigen ding starten. Een eigen bedrijfje misschien opstarten. Dan heb ik nog een kaart van de Soul's Journey. En dat is de kaart Health. Gezondheid. I will honor the physical vessel that enshrines my soul. My soul. Ja, dus eer ook je fysieke lichaam. En zorg goed voor jezelf in deze tijd. Nou, zit je op dit moment in een tijd van healing, ja, dan neem je rust.
Dat is heel belangrijk, tweeling. Neem je rust en denk aan jouw gezondheid. Dan heb ik nog als laatste een orakelkaart van de Moonology deck. En dat is de kaart Believe in the Impossible. Nou, we hebben hier al faith, dus geloof liggen. En deze kaart geeft aan geloof in het onmogelijke. Dus het onmogelijke is mogelijk voor jou, tweeling. En waar je in gelooft, dat zal ook uitkomen in je leven. Wanneer je gelooft in iets, dan manifesteer je datgene ook onbewust in jouw leven. Dus ik ga 3 kaarten trekken van de tarot. Universum. Welke 3 kaarten kunt u mij geven voor de algemene energie en liefde voor de tweeling? Algemene energie en liefde voor de tweeling. 2 kaarten alsjeblieft voor de algemene energie en liefde voor de tweeling. Algemene liefde. Ja, oh, dat zijn er te veel. We gaan terug. Nog 1 kaart alsjeblieft voor de algemene energie en liefde voor de tweeling. Algemene energie voor de liefde voor de tweeling. 1 kaart alsjeblieft voor de tweeling voor de algemene energie. Tweeling. Tweeling in liefde en relaties. Dan hebben we als eerste de 3 van pentakels. Aarde-energie, dus het kan zijn dat je te maken hebt met een stier, maagd, steenbok. 6 van pentakels, wederom aarde-energie. En we hebben de maan, vissen-energie. Dus het kan zijn dat jij inderdaad met een aardeteken of met een vissen te maken hebt. Tweeling. Met deze 3 van pentakels, dat spreekt over krachten bundelen, een eenheid vormen om een doel gezamenlijk te bereiken. Het kan zijn dat jij of jouw persoon inderdaad, omdat hier ook de kaart hereniging op tafel ligt, dat jij je wil herenigen met een persoon uit het verleden. Het kan ook staan voor jouw persoon, het kan een aardeteken zijn, een aardeteken wat met jou wil samenwerken. Dus wat met jou wil werken aan een relatie. Dus het kan zijn inderdaad iemand uit je verleden die terugkomt en die met jou aan de relatie wil werken. Met deze 6 van pentakels spreekt dat over een evenwichtig geven en nemen in een situatie. Kan ook zijn dat degene jou iets wil aanreiken, iets wil geven of andersom. En het kan ook zijn dat hij of zij wil samenwerken met jou aan een evenwichtige relatie. Wellicht in het verleden dat er geen evenwichtige relatie was tussen jullie beiden. Met de maan. De maan kan staan voor onduidelijkheden die daar op dit moment nog zijn in de situatie. Het is misschien onduidelijk voor deze persoon waar jij op dit moment staat in je leven. Of er nog een mogelijkheid is om deze relatie weer te laten opbloeien. De maan kan ook staan voor angsten. Het kan ook zijn dat jij of jouw persoon angst heeft om de ander weer te benaderen na een periode van gescheiden zijn. En de maan kan ook staan voor geheimen. En tevens voor geheimen die aan het licht komen. Het kan dus ook zijn dat deze persoon met jou wil werken aan de situatie, terugkomt uit het verleden, terugkomt na een periode van gescheiden te zijn geweest en dat diegene jou dingen vertelt die je op dit moment nog niet wist. Of er zijn dingen die er inderdaad spelen en waar jij nog niet van op de hoogte bent. Dus we gaan kijken. Ik ga die kaarten verklaren. Waarom ligt hier de 3 van pentakels voor de tweeling? Waarom ligt hier de 3 van pentakels voor de tweeling? Waarom ligt hier de 3 van pentakels voor de tweeling? 3 van pentakels. Waarom ligt hier de 3 van pentakels? Dan komt daaruit de koning van kelken. Dat is een waterteken, een schorpioen, vissen, kreeft wellicht.
En we hebben de aas van pentakels. Wauw, tweeling. Deze koning van kelken wil met jou werken aan een stabiele relatie. Wil zijn liefde aan jou tonen. Wil jou een stabiel aanbod doen. Dus dit betekent een nieuw begin, een verandering voor de toekomst. Samenwerking, lange termijn relatie. Vervulling op emotioneel gebied, financieel gebied. Iets nieuws wat jou vervulling brengt. Een verandering. Dat is wat deze persoon wil. Deze persoon voelt heel veel liefde van jou. Staat momenteel in zijn kracht. En wil zijn liefde met jou delen. Waarom ligt hier de 6 van pentakels voor de tweeling? Waarom ligt hier de 6 van pentakels voor de tweeling universum? Waarom ligt hier de 6 van pentakels voor de tweeling? 6 van pentakels. Zes van pentakels voor de tweeling. Twee kaarten alsjeblieft. Ja, dankjewel. De koningin van zwaarden hebben wij hier liggen. Luchtenergie, tweeling, weegschaal, waterman. En we hebben hier de staven 10, vuurenergie. Leeuw, boogschutter, ram. Deze twee kaarten die verklaren de 6 van pentakels. Ik heb het gevoel inderdaad, de 6 van pentakels gaat hier om een evenwicht te geven en nemen in een situatie. Jouw persoon heeft wellicht niet hetgene in de relatie gestoken wat jij hebt gedaan. Niet het werk erin gestoken, niet de moeite gedaan in het verleden. Jij hebt dat wel, je bent emotioneel open stond jij in deze situatie. Je hebt je gegeven in deze situatie. Je hebt je energie gegeven in deze situatie. En deze persoon niet. En dat zorgt ervoor dat jij in deze energie van de koningin van zwaarden zit. Tweeling, dit is ook jouw energie. Je hebt wellicht veel meegemaakt met deze persoon. Je vertrouwt het niet helemaal. Je bent op dit moment afstandelijk. Je bent wellicht in een periode van healing geweest of nog steeds. Je houdt afstand. Je bent voorzichtig in deze situatie en niet heel erg open voor deze persoon wellicht. Omdat je niet terugkreeg van diegene wat jij hebt gegeven. Met de staven 10, dat duidt op inderdaad lasten. De lasten van de wereld op je schouders dragen. Dus dit was voor jou een grote last. Het geven in de situatie en niks terug ontvangen. Je hebt daar ook over in je hoofd gezeten. En je weet nou met de koningin van zwaarden heel goed wat je wil. En dat is dus het loslaten van deze last. En inderdaad een gelijkwaardige relatie. Een gelijkwaardig geven en nemen. En krijg je dat niet, dan zul je ook verder niet met deze persoon in zee gaan. Dus je bent voorzichtig, je wacht af. En je zult eerst kijken wat brengt deze persoon op tafel. Ik ben gewoon aan het schudden. Ik heb nog geen vraag gesteld. En kijk wat hieruit valt. De aas van zwaarden, tweeling. Nieuw begin wederom. Nog een aas op de tafel. Dus we hebben nou de aas van pentakels en de aas van zwaarden. Deze aas van zwaarden kan staan voor een inzicht wat iemand plotseling krijgt. Dus het kan zijn dat jij inderdaad inzicht krijgt in de situatie. Kan zijn door middel van een communicatie die jouw kant op komt. Die jou eigenlijk als het ware aangereikt wordt door het universum. Een nieuw begin, verandering. Inzicht wat jouw kant op komt. Waarom ligt hier de maan? Met deze kaart de aas van zwaarden die eruit komt, terwijl ik de maan wil verklaren. De maan spreekt over onduidelijkheden die jij wellicht nog niet ziet. Met deze aas van zwaarden zullen dingen duidelijk worden, tweeling, voor jou. Waarom ligt hier de maan voor de tweelingen? Waarom ligt hier de maan? Je zult duidelijkheid krijgen in de situatie. Waarom ligt hier de maan?
kan zijn dat deze persoon naar jou gaat communiceren. Waarom gebeurd is, wat er gebeurd is tussen jullie in het verleden. Waarom ligt hier de maan? Waarom ligt hier de maan? Wow! Jeetje. Nog één. Deze wou er ook uitspringen. Dan hebben we de wereld. Prachtige kaart. Een hele spirituele kaart. Zeker met de maan samen. En de aas van kelken. Nog een aas op de tafel. Drie aas op de tafel, dat spreekt over een nieuwe relatie. En dit is emotionele voldoening, wat je zult krijgen. Een nieuw, emotioneel, vervullend begin. Met deze aas van kelken. Iemand biedt jou liefde aan. Nieuw begin. Stabiel begin. Dus een grote verandering zal er plaatsvinden. Zeker met de wereld. Er komt een einde aan hetgeen waar jullie op dit moment in zitten. Wellicht een periode van scheiding. Jij gaat door jouw healing periode heen. Je maakt contact met je innerlijke zelf, tweeling. Denk ook aan jezelf. Je zult weer opbloeien en je zult een nieuw begin krijgen. Je zult je ook fysiek beter voelen, beter in je vel voelen zitten en weer zin hebben om gewoon iets nieuws aan te pakken met al deze azen op de tafel. En dan hebben we de acht van pentakels. Dat is een energie van hard werken aan een situatie, hard werken aan stabiliteit. Dus het kan inderdaad zijn dat jij, of jouw persoon inderdaad, jij hebt sowieso hard gewerkt aan jezelf. Een periode van in jezelf keren, retreat, werken aan jezelf, healing. Het kan ook zijn dat jouw persoon hier mee bezig is geweest. Dus zich heeft gericht op zijn werk in de periode dat jullie gescheiden waren. Heel erg bezig met stabiliteit. Dat die persoon, wetende wat er gebeurd is in het verleden, wellicht een relatie van niet gelijkwaardig geven en nemen, dat deze persoon het gevoel had, ik moet alles op een rijtje hebben voordat ik weer naar mijn tweeling, voordat ik contact met mijn tweeling weer kan opnemen. Dus diegene kan een beetje bang zijn geweest met de maan inderdaad, om dit contact weer op te nemen, want hij of zij weet niet hoe jij hier tegenover staat en of jij nog wel interesse hebt in deze persoon met de koningin van zwaarden. Dus dat is inderdaad helemaal je eigen keuze, tweeling. Wat ga je doen? Er komt in ieder geval een grote verandering. Er zal je 100% zeker een aanbod gedaan worden. Een verandering op financieel gebied. Een verandering op doen wat voor jou goed voelt. Jouw passie. Vreugde zul je krijgen in je leven. Er komt een communicatie. Een inzicht op de een of andere manier. Het kan zijn door hetgeen wat deze persoon jou vertelt, dat je daardoor een inzicht krijgt en weet welke beslissing je moet maken. Dus ik wil graag drie kaarten voor de uitkomst voor tweeling in deze situatie. De uitkomst voor tweeling in deze situatie. De uitkomst voor tweeling in deze situatie. Drie kaarten alsjeblieft voor de uitkomst voor tweeling in deze situatie, universum. Tweeling in de liefde. Uitkomst van de situatie voor de tweeling in de liefde. Tweeling in de liefde. Nog twee kaarten alsjeblieft. Ja. Tweeling in de liefde. Nog één kaart alsjeblieft. Oeh. Grote arcana kaart. De toren. Een opschudding. Het universum grijpt in. Er komt verandering in de situatie zoals die nu is. Grote verandering brengt deze toren teweeg. Dus onverwachts zul jij een torenmoment ervaren. Er zal onverwachts iets gebeuren wat je totaal niet ziet aankomen. En wat jouw leven zal veranderen, tweeling. Het kan zijn die communicatie die gaat komen. Wellicht met deze wereldkaart en de aas van kelken geeft jouw persoon aan dat hij een bepaalde cirkel heeft afgesloten in zijn leven. En hard heeft gewerkt aan de situatie om naar jou toe te komen. En dat diegene zijn liefde aan jou verklaart. En dat je
dat totaal niet ziet aankomen. Dan hebben we staven 2, vuurenergie, leeuw, booschut, ram. De tweeën heeft altijd te maken met twee facetten van een bepaalde situatie. Dus en plannen maken. Kan ook met nieuw begin te maken hebben. Wacht op een nieuw begin. En dan hebben we de vier van pentakels. Aarde, energie, stier, maagd, steenbok. En dit is jezelf beschermen. Dus met deze kaarten en de uitkomst heb ik het gevoel dat je wel open staat voor deze persoon. Maar je beschermt jezelf in deze situatie. Je vertrouwt het niet helemaal met deze koningin van zwaarden ook op de tafel. Misschien wellicht krijg jij een communicatie van je persoon en verklaart diegene jou de liefde. En heb je een idee van ja, is het nou allemaal echt of droom ik dit? Met de maan ook. Dus ook een dromerige energie kan dit zijn. Je hebt het gevoel dat het allemaal te goed is, als het ware. Dus je beschermt jezelf en daar is eigenlijk ook helemaal niks mis mee. Waarom ligt hier de twee van staven voor de tweeling in de uitkomst? Waarom ligt hier de twee van staven? Twee van staven. Ja, weer de acht van pentakels. Die ligt nu voor de tweede keer op de tafel. Dus hard werken aan de situatie. Waarom ligt hier de staven 2 voor de tweeling in de uitkomst? Waarom ligt hier de staven 2 voor de tweeling in de uitkomst? Oh. Zware 5. Koningin van Kelken. Ja, ik heb het gevoel, deze persoon die is, heeft wellicht lang afgewacht, gewerkt aan deze situatie. Deze persoon heeft wellicht ook een beetje een manipulatieve energie, draagt hij of zij met zich mee. Dus let daar wel op. Want deze 5 van zwaarden, tweeling, weegschaal, waterman energie, dat is ook jouw energie. Het kan ook zijn dat jij in deze situatie eigenlijk het al een beetje hebt opgegeven met deze persoon. Dat je eigenlijk al het idee hebt van ja, dat gaat niks meer worden. Maar we hebben hier de koningin van Kelken. En een koningin kan een koning zijn, mannelijke en vrouwelijke energie. Dat kun je omdraaien. Iedereen heeft mannelijke en vrouwelijke energie in zich. Dit is... Ja, de koningin van Kelken. Deze persoon voelt liefde voor jou. Maar jij voelt ook liefde voor deze persoon. Wellicht hou jij je emoties nu voor jezelf. En ook tijdens deze periode dat jij gescheiden was van deze persoon, heb jij jouw emoties voor jezelf gehouden. Maar je voelt wel liefde voor deze persoon. Dus ook al heb je de situatie opgegeven als het ware, energetisch... Waren jullie inderdaad in deze periode nog steeds met elkaar verbonden? Want diegene zat nog steeds in jouw hoofd. Je hebt nog steeds ja, een band gehad met deze persoon. Ik weet niet goed hoe ik het uit moet leggen. Dus in je hoofd heb je wellicht geprobeerd af te schermen. En tegen jezelf gezegd, dit is voorbij. Laat maar zitten. Maar energetisch was je nog steeds, zat deze persoon nog steeds in je hoofd. Dan was je er nog steeds onbewust wellicht mee bezig. En je voelt nog steeds... liefde voor deze persoon. Dus draai de rollen zoals het voor jou resoneert. Dan wil ik nog weten, waarom ligt hier de toren en de uitkomst? Wat is die toren voor de tweeling? En dan ga ik de reading afsluiten met een vraag van het engelen antwoorden orakelkaartendek. Waarom ligt hier de toren voor de tweeling? Toren. Ja, ridder van pentakels, aarde-energie. Er ligt veel aarde-energie op de tafel, dus het kan echt zijn dat je te maken hebt met een stier, maagd of steenbok. Waarom ligt hier de toren? Even kijken wat we hebben. En de uitkomst. De uitkomst, de torenmoment, die verandering die het universum voor jou zal
binnenbrengen. Dat is deze ridder van pentakels, een langzame ridder. De langzaamste ridder uit het dek, maar wel de meest stabiele ridder. Deze persoon komt naar jou toe met zijn pentakel. Om jou die pentakel aan te bieden. Een stabiele, lange termijn relatie. Ja, vooral stabiel. Op elk gebied. Dit is weer aarde-energie. Na een periode van healen. En wellicht ook ja, een wens die in vervulling gaat. Hoop. Wellicht hebben jullie beide de hoop gehad dat dit nog ergens toe zou leiden. En ja, die wens die zal in vervulling gaan. Voor jou kan het zijn inderdaad deze periode van healen. De ster kan ook betekenen dat er dingen aan het licht komen. Emoties komen aan het licht. Emoties worden gedeeld. Dus je hebt hier de maan en de ster. Ja, dit spreekt gewoon van een wens die in vervulling gaat met de ster. Dus super, ja, dit is voor jou de grote verandering die er komt. Deze persoon komt naar jou toe, die biedt jou een stabiele nieuwe toekomst. En dat is eigenlijk je wens die in vervulling gaat. Dus tweeling, kijk wat je daarmee doet. Kijk wat resoneert voor jou. Ik hoop inderdaad, want het is een geweldige situatie met die drie azen op de tafel, dat dit inderdaad resoneert met iemand. En dan ga ik nog een engelen antwoordenkaart trekken. Dus neem een vraag in gedachten. En ik ga voor jullie de kaarten schudden en het universum vragen om een antwoord te geven. Neem een vraag in gedachten, tweeling. Universum, kunt u mij één boodschap geven, één antwoord op de vraag die de tweeling zich momenteel stelt. Eén antwoord voor de tweeling, als het gaat om liefde. Eén antwoord voor de tweeling. Eén antwoord voor de tweeling. Ja. Er is een kaart. Omgedraaid. En dat is de volgende kaart. Het antwoord op jullie vraag is behulpzame mensen. Dus weet dat er mensen zijn in je omgeving die jou helpen. Dit kan ook spreken over gidsen. Gidsen, engelen, het universum. Er wordt jou in ieder geval hulp geboden. Dus schroom niet om ook hulp te vragen. Ik weet niet welke vragen jullie zelf gesteld hebben. Dat is voor iedereen anders, maar behulpzame mensen is het antwoord op jouw vraag. Tweeling, als je mijn video nog niet geliked hebt, dan doe dat. En abonneer je alsjeblieft op mijn kanaal. Ik hoop dat ik jullie de volgende keer weer zie. Veel succes in deze situatie. Ik ben echt benieuwd voor wie dit resoneert. Dus laat het me weten in de reacties. En tot de volgende keer. Doei!